We gaan hem helemaal afkijken. En als hier ook maar iets in wordt geknipt, nou... Ja, ik ga nu in één keer dat mijn bierglas leeg is ook. Gefeliciteerd met de FC, hè? Ja, nou ja, dat, ik zat er maar één doelpunt. Een groot gebaar voor mij als Heerenveen supporter. Nou ja, bedankt. Ja, precies. Maar de achteraf vond ik het natuurlijk hartstikke mooi dat we verloren hebben, want Nederland, hè? Geweldig. Ja, heb je de persconferentie gezien? Stukken. Ja, het hoogtepuntje voor mij was dat hij gewoon halverwege dan in één keer zegt... Roelie, telefonist hier 30 jaar geweest, mooi dat je er bent. Wim en Henk kwamen bij mij op het stadion Oosterparkwijk. Roelie, wat mooi dat jij is 30 jaar lang telefonist. Wat hij niet weet is dat Roelie is er altijd. Roelie zit er nu, dat zien we mensen nu niet, maar Roelie... Nee, we zien het allebei. Er is altijd een Roelie. Nee, de Roelie zit er nu ook echt als je daar kijkt. Ik doe nu net of iemand zit aan, alsof Roelie overal is. Maar de huilen, de traan was natuurlijk ook hartstikke mooi. En wat ik leuk vond, dat is een oud krantenknipsel uit het Dagblad van het Noorden. Of toen natuurlijk waarschijnlijk nog het Nieuwsblad. Nijsblad. Ja, 25 mei 1996. Ja, toen werd Hans Nijland 23. Dus... Ja, toen werd Nijland dus aangesteld als commercieel manager. 3 maanden later, geloof ik, was hij al directeur. Hij werd aangesteld onder meer om vaantjes en stickers de verkoop ervan op te krikken. Et cetera. Het zou wel mooi zijn als op een sollicitatiegesprek, dat voor de nieuwe directeur, hoe denk jij de stickers vaantjes en stickers? Ja. Hoe gaan we die verkopen? Wat is je plan van aanpak? Onze coach Jan, we gaan het nu niet invullen dus, maar de vorige keer onze man, Damiel Dankerlui hebben we erin gezet. Interlandbreek. Maar die scoorde meteen, hè? Damiel. Wij zijn kenners. Wij zijn absolute kenners. Maar ik was nog niet klaar, want FC Emmen voor het eerst 3 punten thuis, hè? Ja. Tegen? Ja, NAC. Nee, VVV. Emmen heeft de eerste E-divisie zegen geboekt ook. Voor Emmen doet Luc Jans dat precies, trouwens. De zoon van de zoon van Ron. Ik zou Ron Jans zich niet een beetje schamen? Ja, ik merk, jij vindt de E-divisie niet. Maar we hopen dat jij het ook helemaal niks vindt. Ik heb het daadwerkelijk ook wel eens gekeken. Ja? Games, Aad, dat is echt Games. Nee, nou ja, schrikkelijk. Maar vroeger deed ik het wel. Dit kon in FIFA 94, want het gaat om die wedstrijd. Maar kijk, want je kon dus bij FIFA, als je een overtreding maakte, kon je wegrennen van de scheids. En dan ontstond er een achtervolgingsscène. Het doel van de scheids is dus gele kaarten. Maar hier lopen ze tegen ook door elkaar heen zelf. Dus dan zou je zeggen, nou... Presenteer die print. Ja. Dit hij heeft hier een gat. Kwartier, nee, we gaan hem helemaal afkijken. En als hier ook maar iets in wordt geknipt, nou... Ik ga nu in één keer dat mijn bierglas leeg is ook. Hoppakee. Oh ja. Pietje Webster. Pietje Webster. Geel. Ja. Man. Pieter van de Hogeband. Chef de mission. Ja, nou, hij zal het vast kunnen met beter dan die andere lul die dat was. Maurits Hendricks. Oh ja, ja met Jury. Ja, verkeerd aangepakt. Ja, die want jongen, een pilsie drinken, dat mag altijd. Ik kwam dit tegen toevallig. Pieter van de Hogeband zou zonder twijfel Nederlands meest succesvolle arts aller tijden zijn geweest op de Olympische Spelen. Waren het niet dat hij zijn studie geneeskunde in Maastricht binnen 2 jaar voortijdig afbrak. Toen moest ik denken aan Henk de Haan weer. Toch? Oh ja, want zo? Daar hebben wij het vorige week over Henk de Haan. Politicus, dat was de meest succesvolle arts ook geweest. Waren het niet dat hij. Waren het niet dat hij met nooit geen geneeskunde heeft studeerd? En het was ook de beste Nederlandse politicus aller tijden geweest. Waren het niet dat hij met. Niks meer zeggen over Henk natuurlijk, want hij heeft je ook flink te gaan zetten. Ik ben er achtervolgd door Henk. Ja, Henk is nog altijd. Ik kan het allemaal zien, maar ik zie hier een korst. Henk deelt rake klappen uit. Mijn statement is dat Virgil van Dijk. Je kijkt dan naar de E-divisie? Geld, nee, maar wel naar de eerste divisie. Hij wordt betaald door de keukenkampioen of door Fox. Want hij zegt hier: mijn favoriete programma is het keukenkampioen divisie schakelprogramma op Fox. Ja. Dat zeg je toch niet? Nee, precies. Ricardo Ippel bijvoorbeeld bij MVV. Geweldige gozer. Ken jij Ricardo? Ippel? Ippel. Nee, maar het is bijna een judo. Zullen we even kijken? Zo, jammer dat het geen judoka is, Ricardo Ippel. Ik kan me niet voorstellen dat die man daar ook echt daadwerkelijk ook maar een seconde naar heeft gekeken. Ook.
Ja, en dat hij, ook, dat hij een dag daarna op de training tegen Mo Salah... Hey, did you see... Ippel. Yeah, did you see Ricardo Ippel? Elke dinsdag op Sport Noord. De podcast. De podcast. Voor alle fans. Voor alle fans. Kijken dus. Leuk man. Promootjes maken. Krijg je genoeg van onze gezichten, maar niet van onze stemmen? Elke dinsdag is er ook een podcast op Sport Noord.